Een beetje, ik voel de energie al een beetje leeglopen. En toen hoorde ik in het oortje dat Terpstra een beetje aan het doodgaan was. Zei Servaas, maar... Hij bleef een beetje hangen op 15, 16 seconden, ja. Een tijdje. Maar ja, op een gegeven moment kwam hij toch. Ja, en toen probeerde ik eventjes te herstellen voor de Quaremont. En ja, hij kwam zo hard voorbij. En ik kon gewoon niet mee op dat moment. Al met al, conclusie over het gevoel wat je overhoudt aan deze koers? Ja, over het algemeen natuurlijk wel goed. Ik hoor niet bij de beste berg op, wat ik al zei, maar... Ik mag tevreden zijn. Die heb je laten zien en dat is toch ook veel waard? Ja, dat is zeker weer veel waard. En dit is al de derde keer dat ik in de finale meedoe, dus dat is wel een goed teken. Dankjewel. Top. Dylan, je zei ik kon niet met de beste mee, terwijl er wel natuurlijk heel erg naar jou werd gekeken ook vandaag. Verbaasde dat? Wist je dat het misschien te zwaar was? Nee, nou ja, te zwaar. Kijk, je rijdt 60 kilometer... in de aanval en dan weet je gewoon dat je niet meer met de beste mee kan. Dus ja, ik heb gewoon volle bak gereden tot over de Paterbergen. Toen kon ik even een beetje herstellen. Ik heb een paar beurtjes meegedraaid. Ik denk dat ik wel tevreden mag zijn. Was het een ingeving of was het gepland om mee te springen? Nou ja, ik weet niet of je het vorig jaar hebt gezien, maar hij ging ik op precies hetzelfde moment. En was van tevoren wel afgesproken dat we daar weer zouden gaan en Luc ging eerst. Toen zei ik in het oortje Luc dat hij rechts moest houden. Ja, dat deed hij een klein beetje. Ik moest wel een beetje door de bagger. Maar uiteindelijk was het een mooie actie. Zie je op de oude Quaremont een keer Terpstra voorbij zoeven. Wat dacht jij? Ja, ik hoop niet dat ik verkouden ben van de week. Dankjewel.